met. Ah, dat wist ik niet. Kan dat dan? Of dat is goed dat ik dat weet. Want ik doe dat al lang anders, maar dit is eigenlijk wel eenvoudiger. Dus voor het komende uur heb ik niet gedacht om het warm water uit te vinden, ook niet om het warm water te heruitvinden, maar ik leg de focus voornamelijk op. Oei, mijn scherm verspringt. Zien jullie mijn scherm nog of niet? Nee? En dan proberen we het nog Nee. een keer. Mijn presentatie aan het zoeken. Een ogenblikje hoor. Zien jullie ze nu terug? Ja, maar we zien ze nog in bewerkmodus. We zien ze Aha. nog niet in presentatiemodus. Nog een keer dan. Deze zou het moeten zijn dan. Ja, klopt. We zijn helemaal terug. Oké, okay, top. Mijn excuses. Ik zal waarschijnlijk op iets hebben. Dus, zoals ik al aangehaald, ik heb niet geprobeerd om het warm water te gaan uitvinden. Ik heb ook niet gevraagd aan mijn collega's om het warm water uit te vinden, want er is de voorbije jaren al heel wat ontwikkeld. Er is al heel wat dat clubs kunnen gebruiken, waarvan zelfs ik, ondanks toch de vrij uitgebreide ervaring, heb ontdekt dat ze er zijn of hoe ze precies werken. En in dat verhaal wil ik jullie vandaag graag meenemen. Je zal merken dat ik regelmatig zal verwijzen naar links, websites en zo verder. Uiteraard gaan we ervoor zorgen dat jullie na afloop van het webinar de links in handen krijgen. Jullie zullen de presentatie krijgen en via die presentatie zal je overal naartoe kunnen surfen. Ik hoop dat ik jullie vandaag dus enkele nieuwe zaken zal kunnen tonen of leren, of over sommige zaken jullie geheugen zal kunnen opfrissen. Misschien zullen jullie wel zaken te horen krijgen waarvan jullie zeggen, maar dat wist ik al lang. En dan nodig ik jullie graag uit om kritisch mee na te denken over hoe bepaalde zaken nog beter of efficiënter kunnen. Want alles kan uiteraard beter. Heb je opmerkingen of vragen? Dan zal ik in de loop van dit webinar regelmatig de kans geven om deze aan te kaarten. En je mag ook steeds gebruik maken van de chatfunctie. Mijn bevallige collega Inge, die zal jullie vragen graag beantwoorden of ter sprake brengen. En anders nemen we ze mee naar onze andere collega's om daar ter sprake te brengen of om er werk van te maken. Ik ben alvast heel blij dat we vandaag een heel divers publiek mogen verwelkomen. Er zijn mensen die lesgeven bij zwemscholen, die actief zijn in waterpoloteams, in artistiek zwemmen, in masterzwemmen. Kortom, een heel brede waaier aan richtingen, maar allemaal één gemeenschappelijke deler. Ze komen uit de zwemwereld. De zwemsporten kunnen met andere woorden levenslang en levensbreed beoefend worden. En dat is eigenlijk de focus van waaruit dat we momenteel binnen de zwemvet vertrekken. Daarom zetten we ook vol in op de ontwikkeling van een sportmodel. Het is al een aantal keer aangehaald de voorbije weken en maanden. Mijn collega Wouter van Eester, die focust zich momenteel op het uitwerken van dit model. Die ging mogelijk ook nog aanwezig zijn deze avond, maar niet iedereen, dus ik weet niet of hij aanwezig is. Als je meer wil weten over het sportmodel, over de inhoud, over de ontwikkeling ervan, dan kan je steeds gaan terugkijken naar het artikel op onze website. Dat zal je kunnen vinden door in de presentatie op het logo van het sportmodel te klikken. En anders mag je ook steeds Wouter contacteren. Zijn gegevens vind je eveneens via onze website. En hij zal met alle plezier jullie vragen beantwoorden. In conversatie gaan over de ontwikkeling van het sport.
De meesten onder jullie zijn actief als bestuurder bij een club, vermoed ik. Dat was alvast de insteek van dit webinar. En met veel plezier sta ik dan ook stil bij een aantal zaken die jullie als bestuurder het meest aanbelangen. En het eerste punt dat ik hierbij wil aanhalen, iets waar ik al menig clubbestuurder op heb meten vloeken, is op het officiële e-mailadres dat elke club krijgt toebedeeld vanuit de federatie. Waarom wordt er soms op gevloekt? Omdat dat een aparte mailbox is, los van je eigen mailbox. Je vergeet daar soms eens naar te gaan kijken, er blijven zaken liggen, deadlines worden niet gehaald, enzovoort, enzovoort. Maar eigenlijk is er ook een manier om die mails naar je e-mailadres te laten doorsturen. Sommigen zullen dat misschien wel weten, maar ik weet dat er heel wat mensen zijn bij wie dat dan nog niet het geval is. Het volstaat om mijn collega Sarah Sturtewagen te contacteren. En zij kan het nodige doen om de mails te laten doorsturen naar je e-mailadres. Dat is alvast hopelijk een nuttige tip voor jullie. Een club of vereniging opstarten, draaiende houden, spreek, zoals Inge daarnet al aanhaalde, volledig uit ervaring als ik zeg dat het geen evidentie is. En we proberen dan ook zoveel mogelijk vanuit de federatie in te spelen op het probleem of die situatie door met Assist een handig hulpmiddel aan te bieden. Assist beschikt allereerst over een VZW-helper. Zo is er onder andere een checklist waar je stevast kan opvolgen of en hoe goed jouw VZW voldoet aan alle verplichtingen die gelden voor een VZW. We zien, je ziet in de presentatie dat er overal links zitten, dus jullie zullen heel vlot in dit geval naar de checklist kunnen gaan. Nog steeds zien we clubs die geld, soms veel geld, betalen voor ledenbeheertools. Assist biedt nogthans ook de mogelijkheid om op een vlotte manier de leden te beheren, lidgelden te innen, enzovoort, enzoverder. Soms is het gewoon een kwestie om het te weten, natuurlijk, voordat je het goed en wel kan gebruiken. Wat ook veel mensen niet weten, vaak krijgen we de reactie van ik zit niet zo goed zitten om met Assist te werken, want ik moet veel leden in één keer inpikken en ik ontzie me dan om daar veel werk in te steken. Nu, het is perfect mogelijk om via Excel gegevens te verwerken en dan opnieuw te uploaden in Assist, zodat je niet handmatig elk lid opnieuw moet inputten. Ik versta dat volledig als secretaris of ex-secretaris van een club, dat je daar niet aan wil beginnen om elk lid apart in te putten. Dus met het in bulk opladen is daar een heel goede oplossing voor. De link die je hier in de presentatie ziet, is een link naar een uitleg van nog geen 5 minuten, waarin Vincent van Assist je heel kort, maar nauwkeurig uitlegt hoe alles in zijn werk gaat om dit te doen. Ook voor activiteiten, voor de organisatie van activiteiten, evenementen en dergelijke, maakt Assist je het leven gemakkelijker. Als voorbeeld geef ik graag de Vlaamse kampioenschappen die in februari plaatsvonden. Daarbij konden we voor 1 evenement verschillende soorten tickets aanmaken en verkopen dankzij het Molly betalingssysteem. Molly is een heel vaak gebruikt betalingssysteem bij webshops, bij allerhande verkoopwebsites. Het is ook een van de meest veilige systemen, vandaar dat Assist hiervoor geopteerd. Ook de Waterpolo Academie bijvoorbeeld, die vindt maandelijk plaats.
En ook zij maken gebruik van de activiteitenmodule om de inschrijvingen te verwerken. Dus het is niet omdat je de activiteiten of inschrijvingsmodule gebruikt, dat je ook per se met een betalingssysteem moet werken. Je kan daar volledig zelf in kiezen. Recentelijk werd er in Assist ook in samenwerking met onder andere Antwerpse Zwemschool een module met planbord voor zwemscholen uitgewerkt. En daarin kan je de volledige werking van je club structureren, herstructureren, organiseren. Je beschikt eigenlijk over een overzichtelijke kalender met al je groepen. Binnen die groepen kan je ook je leden plaatsen, je kan die leden verplaatsen. Je kan deelnemers en ouders per groep mailen, dus elke groep afzonderlijk. Zonder al te veel gedoe met het copy-pasten van e-mailadressen naar je persoonlijk e-mailadres, om van daaruit dan mails te verzenden. Dit kan allemaal vanuit het assist-systeem. Wie graag dit systeem verder wil bekijken, mag mij zeker en vast contacteren. We regelen dan graag een afspraak met de kersverse coördinator van de Antwerpse Zwemschool, Morgan Lambrechts. Zij gaat tot in de fijnste details kunnen uitleggen hoe de planbordmodule precies in elkaar zit. Als we merken dat daar heel veel interesse voor is, dan kunnen we daar bijvoorbeeld ook een nieuw webinar aan koppelen. Er heeft ook al een keer een inleidende webinar over plaatsgevonden. Maar ook hier geldt opnieuw, als je meer van iets af weet, dan ga je het ook sneller gebruiken. Dan ga je ook merken dat de gebruik ervan veel gemakkelijker en vlotter verloopt. Dus dit voor wat betreft de planbordmodule. Als je op de link van het planbord klikt, dan zal je een opname of een stuk van een opname met een club zien, hè, waarin dat Sanne, de voorgaande coördinator van de Antwerpse Zwemschool, uitleg geeft aan de nieuwe club die bij ons aansluit, hoe het planbord precies in elkaar zit. Wat de mogelijkheden zijn, enzovoort, enzovoort. Als je daar vragen over hebt, altijd wel. Steeds vaker geven clubs ook aan dat het engagement van de vrijwilligers van kortere duur is. Veel zaken moeten veel frequenter doorgegeven worden dan vroeger. En goed beheer van boekhouding, documenten, enzovoort, is dan ook uiterst belangrijk. En de meeste onder jullie, denk zelfs iedereen, maakt deel uit van een niet-BTW-plichtige club. En de boekhoudmodule die in Assist zit, die is dan ook perfect geknipt om voor jullie boekhouding te gebruiken. Je kan bijvoorbeeld zelf kiezen hoe je boekjaar eruit ziet. Wanneer begint je boekjaar, wanneer eindigt je boekjaar. Dat stel je volledig zelf in. Je kiest ook welke posten erin moeten opgenomen worden. Je kan vervolgens heel gemakkelijk je boekhouding up-to-date houden door scans up te laden enzovoort enzovoort. Sinds kort biedt ook de Vlaamse Sportfederatie, dat is de overkoepelende federatie van sportfederaties. Willem-Jan? Er staat een vraag in de chat. Kan je in Assist ook gegevens kwijt, zoals contactgegevens van vrijwilligers, officials, trainers, leveranciers? Ja, absoluut. In Assist is er ook de mogelijkheid om al je, dus naast je zwemschool of zwemclub, zeg maar, die je kan beheren, naast je administratieve beheer, kan je inderdaad ook vrijwilligers gaan beheren. En kan je al je gegevens daarin kwijt. Ik zal misschien nog in deze presentatie een extra link toevoegen naar de specifieke module of naar een beetje uitleg over die module. Ook het vrijwilligersbeheer kan dus perfect via Assist. Ik kom uit
Tot voor ik bij de Vlaamse Zwemfederatie aan de slag was, zat ik in sociaal-cultureel werk. En ook daar wordt assist gebruikt. Dus dan is het niet om zwemschoolgroepen te beheren. Ook in veel mindere mate om een mailing te gaan verzorgen, maar bijvoorbeeld wel om vrijwilligers te gaan beheren. Goed. Was er dan nog een vraag? Of, ik zie, Nee, dat was het. Nee. Ik kom er wel tussen als er nog vragen zijn. Oké, perfect. Dankjewel. Een heel belangrijk gegeven dat ik nog wil toevoegen aan het even over de boekhoudmodule, is dat het niet zo is dat wij de boekhouding van elke club kunnen gaan bekijken. Het is een reactie die ik al een paar keer gehoord heb van clubmensen. Ik ga mijn boekhouding daar niet in invullen, want dan kunnen jullie vanuit de zwemvet dan ons mee controleren. Dat is absoluut niet de bedoeling. Er is ook al meer dan genoeg gedoe geweest, zeg maar, over privacy en dergelijke. De module zit gewoon omvat in jouw assist-account. Voor de rest heeft er niemand een zicht op wat jij input in die boekhoudingsmodule. Dus het is niet zoals met uw leden bijvoorbeeld, dat je ze input en dat wij dan de leden in ons beheerssysteem te zien krijgen. De BTW-module is volledig. Wat ik ook nog wil toevoegen is dat bij die, of naast de boekhoudmodule, ook de mogelijkheid is om een webshop te zetten. Als je bijvoorbeeld materiaal wil verkopen vanuit de club, dan kan je dat ook uitbouwen en beheren. En ook stokbeheer is volledig via Assist mogelijk. Zoals ik daarnet al aanhaalde, de GDPR-wetgeving, de privacy-wetgeving, ze hebben er ons een paar jaar serieus mee om de oren geslagen. Maar toch, ja, het blijft ook voor ons heel vaak een kluwen aan regels, verplichtingen enzovoort. Assist is ook op dit vlak een betrouwbare partner als het gaat over de noorden zijn en blijven met de privacy-wetgeving. En dat dankzij de GDPR. Wacht, ja, ik was op stil terug. Er was nog een vraag over Assist en de boekhoudmodule. Kunnen er codebestanden of andere type bestanden uit de bank ingelezen worden in de Assist-boekhouding? Ik denk dat we daarover terugkoppelen met... Ja, dat gaan we inderdaad terugkoppelen naar onze grote Assist-specialist binnen de zwemvet. Dat is Sarah Sturtewagen. Je ziet haar daar op de foto. Als je vragen hebt over de voorgaande zaken die ik hier genoemd heb, dan kan je altijd bij haar terecht. Zij kent Assist bijna als haar broekzak. En ze helpt je heel graag om je vragen... En nog een vraag, wat voor ons een evidentie is, maar wat niet altijd, wat zeker dus niet zo is. Assist is voor onze zwemclubs inderdaad gratis om te gebruiken. Ook de boekhoudmodule, die zit voor onze leden gratis in een abonnement. Klopt, inderdaad. Al voor de aanvulling. Dus, vragen over Assist, contacteer mij. Breng u in contact met Sarah of met Vincent van Assist. Je mag ook rechtstreeks contact opnemen met Sarah. Als je op de foto in de presentatie zal klikken, dan zal je normaal gezien op haar profiel op onze website terechtkomen en dan vind je haar contactgegevens terug. Moest je eerder iemand zijn van ik zoek het graag zelf een beetje uit. Assist beschikt over een uitgebreide eigen online help. Je ziet dat er alweer een link klaar staat. Op die online help vind je ook heel wat vaak gestelde vragen, tips enzovoort enzoverder. Die je dan gemakkelijk kan gaan. Goed, zijn er over Assist of bijhorende zaken nog vragen? Ik zie maar een heel beperkt deel van jullie
Dus als er mij niemand onderbreekt, dan... Ik zie geen andere vragen meer in de chat, dus ik denk dat je verder kan. Ja, dank wel. Een andere belangrijke bekommernis waar je als bestuurder heel vaak mee geconfronteerd wordt, hoewel dat je er liefst zo weinig mogelijk mee geconfronteerd wordt natuurlijk, is dat je als bestuurder, als coach, als vrijwilliger, als sporter bij een club er zeker van wil zijn dat je goed verzekerd bent. Voor heel veel clubs is het belangrijk dat we daar als federatie goed mee in orde zijn, dat we jullie daar goed in ondersteunen. Dat begrijpen we ook volledig. We ontzorgen jullie daar graag in. En ook onze partner Arena, die zijn dan Arena Verzekeringen, niet denken aan het zwemmerk, die ondersteunen ons heel graag in het opvolgen van verzekeringszaken. We staan in nauw en goed contact met hen. En dat verloopt 9 op 10 keer, laat ons zeggen, volledig vlekkeloos. Op onze website vind je heel wat antwoorden op verzekeringgerelateerde vragen. Zoals onder andere, wat zit er wat in de verzekering? Ben ik verzekerd als bestuurder? Zijn mijn zwemmers volledig verzekerd? Tegen wat zijn coaches precies verzekerd? En zo verder. In de beknopte polis ga je een overzicht vinden van wat er allemaal in het basispakket omvat zit. Maar daarbovenop krijg je nog heel wat verschillende mogelijkheden. Zo is bijvoorbeeld een handig, wist je dat je bij dit topic, dat er ook een aparte VZW-dekking is, waarmee dat je als club al je bestuurders kan waarborgen voor eventueel financiële gevolgen van beslissingen die bijvoorbeeld als bestuur genomen zijn. Dus ik denk dat dat een hele goeie is om te weten en de moeite waard om een keer te gaan kijken. Wat heel belangrijk is op vlak van verzekering en dergelijke, dat is dat je je leden altijd goed registreert in Assist. De correcte naam, correcte gegevens. Het start eigenlijk al met ze überhaupt in te vullen. Er gebeurt wel sporadisch de keer dat een club zegt van dat lid heeft een accident gehad op training en dan vinden we die niet terug in Assist. Dat kan natuurlijk wel problematisch zijn. Dus zorg ervoor dat je leden alsjeblieft goed geregistreerd zijn. Assist. We hebben daarnet gezien op welke manier dat allemaal kan. Dus we willen u daar zeker ook in helpen. Maar in orde is. Zijn er verzekeringsgerelateerde vragen? Ik ga met dat de meeste mensen wel de chatfunctie zullen gebruiken. Ik heb wel niks in de chat staan. Oké. Net zoals ook jullie, dat als club ongetwijfeld doen, dragen we als federatie gezond en ethisch verantwoord sporten hoog in het vaandel. Het was vandaag ook al in de media dat de Gymfed bepaalde maatregelen genomen heeft. Nu, wij zijn er ook vrij goed op voorbereid voor moesten er zaken gebeuren. Zo is er een federatie, API. En bij haar kan je ten alle tijde terecht door te mailen naar api@zwemvet.be of door het meldingsformulier op de website in te vullen. En bij haar kan je terecht, dan bedoel ik, als je echt wel een specifieke situatie hebt, zaken die gebeurd zijn waarvan je denkt, oei, mogelijk kan dit niet door de beugel. Dat hoeft niet altijd te zijn in de richting van trainer-atleet. Dat kan ook zijn van bestuurslid naar een trainer of van een ouder naar een atleet. Van alle mogelijke richtingen zijn. Als je twijfels hebt bij bepaalde situaties, neem gerust contact op
met de federatie API. En zij helpt me heel graag verder. Mijn collega, Gretel van Damme, die is dan weer de referentie als je met de zaken omtrent het beleid worstelt. Als je bijvoorbeeld een club API wilt aanstellen en je vraagt je af, hoe pak ik dit best aan? Hoe gaan we er best naar op zoek? Welke vormingen moet een club API krijgen? Zijn er bijscholingsmogelijkheden? Dat zijn allemaal vragen waar Gretel het beste op kan antwoorden. Buiten de contacten van de Zwemfed zijn er ook nog heel wat andere instanties waar je bij terecht kan. En ook hiervan zal je op onze website een handig overzicht vinden. Bij ethisch en verantwoord sporten horen ook vaak reglementen. Je hoeft geen tonnen tijd en energie te steken in het opmaken van eigen reglementen. Er is vanuit de Zwemfed een tuchtreglement. Dat zal nog regelmatig geüpdate worden en aangepast worden. We proberen onze clubs daar ook steeds van op de hoogte te brengen als dat het geval zal zijn. En eigenlijk kan je gewoon als club het tuchtreglement van de Zwemfed kenbaar maken aan je leden. Dat kan door een link te leggen naar het bestand op de website van de Zwemfed. Je kan een uittreksel opnemen in je eigen huishoudelijk reglement. Daar zijn verschillende mogelijkheden en opties. Ook als je bijvoorbeeld gedragscodes wil invoeren of aanpassen in je club, dan vind je heel wat inspiratie op onze website. We hebben onder andere een overzicht per doelgroep met telkens een voorbeeld gedragscode voor als je dat zou willen toepassen binnen jouw club. De federatie API geeft hieromtrent graag nog een hele goede tip. De zomervakantie komt eraan. Heel wat clubs trekken op trainingstages. En ja, je ziet nogal vaak, zoals Inge zei, ik ben zelf zwemmer geweest, ik ben trainer geweest en bestuurslid. Je ziet heel vaak op die trainingstages dat er wel een keer iets durft fout lopen. Een zwemmer, ja, wijkt een keer af van bepaalde afspraken. Net daarom is het belangrijk om goede afspraken te maken. Zet ze op papier. Maak gebruik van de voorbeelden die er zijn. Binnenkort gaan we zelf ook een nieuwe of een geüpdate publicatie op onze website laten verschijnen. Met het oog op trainingstages en dergelijke. Dus ik zou zeggen, het is er. Maak er alsjeblieft gebruik van. Ik zie ondertussen in de chat dat er vragen gekomen zijn, maar misschien heb jij die al beantwoord. Ja, het ging over die bijkomende verzekering voor die dekking van bestuurders. En daarvoor mogen ze inderdaad rechtstreeks contact opnemen met Arena. Ja, klopt, inderdaad. Misschien ook nog meegeven dat die tips waar Willem-Jan juist over sprak, dat die in de volgende nieuwsbrief, die normaal gezien niet volgende week donderdag, maar de donderdag nadien zal de deur uitgaan. Dus daar gaan die zeker in staan. Ja, perfect. We nemen dat er zeker vast op. We hebben nu ondertussen al heel wat punten doorlopen. Als je voor alle voorgaande punten al zaken ondernomen hebt, bent 100% met alles in orde. En je denkt, je hebt mij nog altijd niets nieuws geleerd. Doe een keer wat meer moeite als je moet. Dan nodig ik je graag uit om in te stappen in het Apology-traject. Dat is ons clubondersteuningstraject, waarbij dat we eigenlijk in dialoog gaan met de clubs. Of met elke club individueel. En waar je samen met een van onze Aquality coaches, dat is ofwel Inge, Wim Simons, die momenteel in een ander webinar actief is, of ikzelf, mee op zoek gaan naar focuspunten. En die kunnen dan samen aangepakt worden. Die aanpak
Hoeft niet altijd individueel per club te gebeuren. Het is ook vaak zo dat we clubs met dezelfde focuspunten samenbrengen. Of dat we een webinar of een live bijscholing of dergelijke organiseren om clubs verder te helpen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook clubs die als focuspunt hebben om meer geschoolde lesgevers te hebben. Daar komen we zo dadelijk nog aan toe, wat daar dan de mogelijkheden zijn. Ik zie 1 vraagjes, dus dan verder naar het volgende punt. Alles begint uiteraard bij het leren zwemmen, hè. Of dat je nu in de waterpolo terechtkomt of wilt terechtkomen in artistiek zwemmen. Ook als je gaat schoonspringen, je moet kunnen zwemmen om je sport veilig en wel volledig af te werken. En om onze clubs daarin te ondersteunen, hebben mijn collega's David De Wandel, Gretel van Damme en Koen van Bruissel het boek Leren Zwemmen Praktische Leidraad ontwikkeld. Daar is nog niet zo heel lang geleden een geüpdate versie van verschenen. En dat is eigenlijk een leidraad die heel wat houvast biedt, zowel voor beginnende lesgevers, maar dient ook als een inspiratiebron voor ervaren lesgevers. Ik geef zelf 2 keer per week les aan beginnende zwemmertjes. En ik maak er heel dankbaar gebruik van om een beetje extra inspiratie te vinden voor de oefeningen voor mijn kleine kapoenen. Het boek kan steeds besteld worden via onze webshop. Op onze website, je zal, als je de link volgt in de presentatie, in de webshop terechtkomen. Belangrijk om te weten is dat de opbouw van de lessen en van de lessenreeksen gekoppeld is aan de NLS, zwembrevettenlijn, NLS. Dat zal voor sommigen misschien nog niet zo bekend in de oren klinken, maar dat is het netwerk lokaal sportbeleid en dat is eigenlijk gewoon het vroegere ISB. Die zijn vrij recentelijk van naam veranderd, ook een klein beetje inhoudelijk. Is er wel het een en het ander gewijzigd. Maar de zwembrevetten zijn er dus nog altijd. Ook als je die zwembrevetten wil bestellen, of als je zegt, of als je zwembadbeheerder zegt, we moeten nieuwe brevetten hebben, ze kunnen via onze website perfect die webshop vinden. Want ik heb het via Google geprobeerd en die webshop is niet altijd even gemakkelijk te vinden, heb ik. Eenmaal dat een kind heeft leren zwemmen, hopen we uiteraard dat kinderen de doorstroom maken richting een van onze sporttakken. Dat mag competitief zijn, maar dat mag even goed op recreatief niveau zijn. En om dat doel te bereiken, is er het pakkenconcept uiteraard. Dat bestaat al heel lang. En dat is er eigenlijk op gericht om kinderen warm te maken om in zwemsport te blijven. Een van de grote werkpunten binnen de ontwikkeling van het sportmodel, dat ik in het begin van de presentatie al heb aangehaald, is eigenlijk de vernieuwing van het PACO-concept. Er worden stappen in gezet. Er zullen de komende weken, maanden en jaren nog wel verder stappen in gezet worden. Het belangrijkste focuspunt is eigenlijk dat we onze kinderen en jongeren in het zwemmen willen houden. Want het is tenslotte toch in de zwemsporten, voor alle duidelijkheid, het is tenslotte toch wel zijn de mooiste sporten die er zijn en veelal ook de gezondste. Omtrent die verschillende disciplines binnen het volledige zwemsporten aanbod is de info heel verschillend, heel specifiek. Ik ga hier nu tijdens dit webinar althans niet dieper ingaan op zaken vanuit competitiezwemmen, waterpolo, artistiek zwemmen, schoonspringen.
Dat zou ons iets meer dan een uur kosten om dat helemaal te doorspartelen. Maar als je zelf eens op onderzoek uit wil, ga dan gerust naar het sportaanbod op onze website. Door zelf er naartoe te surfen of door te klikken op de link in onze presentatie. En daar vind je heel wat meer uitleg over de specifieke sporttakken. Heel wat zaken, ook over de verschillende zwemdisciplines heen, worden op nationaal niveau behandeld. Sinds enkele weken is Kim van Malderen de nieuwe secretaris-generaal en teammanager van de KBZB. En we zijn heel blij dat Kim ons vervoegt. Het is dan wel niet rechtstreeks bij de zwemvet, maar uiteraard is er wel een nauwe samenwerking tussen de verschillende bonden, ook de FFBN, onze Franstalige collega's. Daar proberen we zo goed mogelijk mee samen te werken. Daar proberen we ook de raakvlakken te gebruiken om vooruit te komen met de zwemsport in België. Voor heel wat info in verband met heel wat zaken, zoals bijvoorbeeld de Belgische kampioenschappen, limiettijden voor nationale en internationale kampioenschappen, prestatietijden zoals jonge haaien of haaien, daarvoor kan je bij Kim terecht. Zij zal jou zo goed mogelijk proberen helpen. En uiteraard nog haar eerste weken. Maar wij proberen haar ook zo goed mogelijk daarin ondersteunen. Vanuit de zwemvet stimuleren we uiteraard ook de opleiding van lesgevers, omdat we ervan overtuigd zijn dat een hogere opleidingsgraad ook zal leiden tot meer kwaliteit van de lessen en van de werking. In Vlaanderen zijn er 4 opleidingsniveaus. Althans in het zwemmen. Initiator, instructeur B, trainer B en trainer A. Voor de lesgevers bij watergewenning en leren zwemmen. En voor coaches van beginnende atleten, zoals bijvoorbeeld in artistiek zwemmen en het waterpolo, raden we aan minimum de basisopleiding initiator te volgen. We weten dat er heel vaak gebruik gemaakt wordt van leerkrachten, lager onderwijs, kleuterleerkrachten. Die hebben een hele goede basis, maar ze hebben ook een hele goede basis om de opleiding te halen. Want zwemmen en leren zwemmen is natuurlijk heel specifiek. Dus als je hier zit als bestuurder en je weet hoe je... ik heb in mijn club niet zoveel lesgevers die echt geschoold zijn. Dan kan het misschien een idee zijn om een cursus te laten volgen. Coördinatoren en lesgevers voor gevorderde atleten raden we aan om niveau instructeur B te volgen. Maar we hebben in onze kleine zwemwereld... gelukkig ook heel wat trainers met ambitie, die zich verder willen ontwikkelen. En dan liggen er uiteraard nog mogelijkheden in een opleiding trainer B. Dat is dan trainer zijn op nationaal niveau, zeg maar. En ook tenslotte als trainer A. En dat is dan meer het internationale niveau, waar dat je dan voor klaar is doen. Als je twijfelt omtrent welke lesgever of... trainer over welk diploma zou moeten beschikken in de ideale wereld, dan vind je op onze website een handig overzicht van functieprofielen per kwalificatieniveau. Er zijn ook clubs die functieprofielen gebruiken binnen hun werking om eigenlijk de structuur te gaan uitbouwen die op kwaliteit gericht is. Vanuit je club kan je ook steeds je lesgevers stimuleren om deel te nemen aan bestaande opleidingen. Je zal via onze website of via de website van de Vlaamse Trainerschool, want zij zijn uiteraard verantwoordelijk voor de trainersopleidingen,
zal je zien dat er verspreid over heel Vlaanderen en doorheen het hele jaar verschillende opleidingen plaatsvinden en kansen om diploma's te halen. Maar een andere mogelijkheid, en we merken dat clubs dat al te vaak nog niet goed weten, is dat je ook zelf een cursus kan organiseren. We merken, het is eigenlijk al ruimschoots bewezen, dat hoe dichter een cursus bij een lesgever plaatsvindt, hoe lager de drempel is om eraan deel te nemen. We zien beginnende lesgevers en trainers zijn vaak, je kan vanaf 16 jaar een opleiding volgen. Dus die zitten vaak nog in het middelbaar, kunnen nog niet met de auto rijden, ontzien het zich om begrijpelijkerwijs om heel ver met de fiets te gaan rijden. Willen niet, of mama en papa zit niet zitten om veel over en weer te rijden. Kan je als club daar een engagement in gaan tonen en zelf een cursus gaan inrichten. Steeds vaker zien we dat clubs dat doen. En wat we daar ook steeds vaker bij zien, is dat clubs dan kiezen voor een crash course. Een crash course is eigenlijk een cursus die niet, zoals dat vroeger bijna altijd het geval was, verspreid over verschillende weekends plaatsvindt. Maar bijvoorbeeld over een week of twee weken binnen een vakantie. Laatsvakantie is daar een ideaal moment voor. Maar ook de zomervakantie kan daar heel geschikt voor zijn. En op die manier wordt er maar een engagement over een kortere tijd gevraagd van je lesgevers, dus van je eigen lesgevers die de cursus volgen. Maar ook is het vaak gemakkelijker om lesgevers voor de cursus dan bereid te vinden. Heel wat subsidiereglementen, zoals van steden en gemeenten, houden rekening met de vormingsgraad van je trainerskort. Dus ik denk dat dit zeker en vast een hele goede reden is om hier veel aandacht aan te schenken. Alle info over het hoe, het wat, het waar enzovoort van de cursussen is terug te vinden op onze website en op de website van de Vlaamse Trainerschool, zoals ik daarnet al heb aangehaald. Mijn collega David De Wandel die zal je heel graag verder helpen als je vragen hebt, als je een cursus wil organiseren, staat hij je met raad en daad te woord. Naast opleiding is er natuurlijk ook bijscholing. Willem-Jan, ik krijg een vraag van Pascal. Of er voor de zwemsport ook een start-to-coach is. Heel vroeger was er de aspirant. Kan jij hem daar verder een antwoord op geven? Ja, verbeter mij als ik fout ben, Inge. Maar David heeft het er nog niet zo lang geleden over gehad. En die haalde volgens mij aan dat dit geïmplementeerd wordt als eerste module. Klopt. Het algemeen gedeelte van de initiator is noemt tegenwoordig start-to-coach. Dus inderdaad, als mensen instappen in de initiator, dan is de eerste module die ze volgen de start-to-coach module. Klopt. Wel, hele goede vragen, Pascal. Waarvoor mijn dank. Naast opleiding is er bezoek bijscholing. En ook op dat vlak zijn er heel wat mogelijkheden binnen het bijscholingsaanbod. Er zijn eigenlijk zo goed als eindeloos mogelijkheden. Ook dat is iets wat veel clubs helaas nog niet weten. We hebben een vast aanbod met bepaalde topics die regelmatig terugkeren. En waar clubs vaak op regelmatige basis naar teruggrijpen, omdat je... zoals dat we daarnet al zeiden, engagement is korter. Dus ook uw trainers en lesgevers wisselen vaak vaker. En daardoor moet er al sneller een keer iets opgefrist of bijgeschaafd worden. Dus je kan uit het vaste aanbod iets kiezen, maar je kan ook werken op maat. Binnen bijscholingen op maat is er eigenlijk ook al een vrij... redenwaaier aan mogelijkheden. Maar je kan ook zelf kiezen wat de inhoud van je bijscholing moet zijn. Dus als je zegt van, kijk, mijn lesgeverskorps worstelt altijd met dit of met dat.
Ik heb trainers in mijn club die ik altijd dezezelfde fouten zie maken. Ga daar gerust over in conversatie met ons, met David in de eerste plaats. Hij zal dan graag bekijken waar de mogelijkheden liggen, welke lesgever geknipt is om dat specifiek gegeven te gaan bijschaven bij jou in de club. En om daar grondig werk van. Ik zie in de chat dat er nog is. Momenteel geen specifieke vragen in de chat. Geen vraag. Het is een aanvulling dat er inderdaad wellicht zal gekeken worden om dit als aparte module ook aan te bieden. Het Start-to-Coach traject. Voilà. Dat waren zowat de belangrijkste zaken voor wat betreft het aanbod. Binnen de Zwemvet nu. Er zijn uiteraard, zoals ik daarnet al zei, heel wat zaken binnen de specifieke sporttakken. Binnen het competitiezwemmen is er een brede waaier aan prestatietijden, verschillende circuits enzovoort. Je kan altijd terecht op onze kalender om wedstrijden en evenementen bij jou in de buurt te vinden of iets verder van jou in de buurt. Daar is een zoekfunctie. Als je die zou ondertussen helemaal op punt moeten staan en daar zou je vlot mee je weg doorheen de activiteitenkalender moeten vinden. Als je zou merken dat er zaken niet goed gaan, dan mag je, zoals ik daarnet aanhaalde, in de eerste plaats mijn collega Sarah daarvan op de hoogte brengen. Graag verwijs ik ook nog een keer naar ons Zwemvet-team. Alles staat veel uitgebreider op de website uitgelegd. Maar we hebben al een paar keer aangehaald dat we dichter bij jullie als clubs willen komen. En dan is weten wie de mensen zijn natuurlijk uiterst belangrijk. Dus daarom zet ik ook dat graag nog een keer op een rijtje. We hebben onze Martien Vloebergen, voor de meesten onder jullie wellicht wel gekend. Zeker in de periode dat er lidgelden en dergelijke geïnd worden, dan staat elke club wel een keer in contact met ons Martien. Dus heb je vragen over lidgelden, boetes enzovoort, dan is Martien voor jou aangewezen persoon. Zij onderhoudt ook hele goede contacten met onze verzekeringspartner. Dus ook als je daar vragen over hebt, contacteer Martien en zij helpt jou heel graag verder. Inge, die hier in ons midden is, die is teamleader van mij onder andere en is verantwoordelijk voor clubondersteuning. Dus quality project onder andere rust deels op haar schouders. Heb je vragen vanuit je clubwerking, neem contact met Inge, met Wim of met mij, altijd wel. Inge is ook coördinator van alles wat met open water zwemmen te maken heeft. Het zonnetje heeft de voorbije weken al heerlijk geschenen. We hopen dat het nog eventjes zijn best doet. In de zomer ook niet te veel, want dan durven onze Vlaamse wateren nog wel een keer ongeschikt worden om in te zwemmen. En dus dat kan niet gebeuren. Maar dus met de zomer in aantocht is ook het open waterseizoen weer in aantocht. Heb je vragen of opmerkingen omtrent het open water circuit, dan ben je altijd wel bij Inge. We hebben het net al gehad over opleiding en bijscholing. David is daar de verantwoordelijke voor. Hij is directeur sportkaderopleiding binnen onze federatie. Dus vragen omtrent opleiding en bijscholing. David de Wandel is jouw man. Hij is ook verantwoordelijk voor innovatie en onderzoek. Dus naast het
gegeven van de opleidingen en de bijscholingen focust hij zich ook regelmatig op nieuwe onderzoeksprojecten. Heb je daar ideeën of bedenkingen bij, dan kan je ook daarvoor David contacten. Pascal Verbouwen is ook een gekend figuur binnen de zwemsport. Hij heeft ook natuurlijk zelf gezwommen, is treinster. En is uiteraard verantwoordelijk binnen de zwemvet voor wedstrijden. Alles wat met sporttechnische voornamelijk van wedstrijden, kampioenschappen enzovoort te maken heeft. Daarvoor kan je terecht bij Pascal. Heb je vragen over de organisatie van wedstrijden, dan is zij voor jou het beste aanspreekpunt. Ook prestatietijden, daar is Pascal mee bezig. Ik heb daarnet al aangehaald, toen het over Kim ging, dat de jonge haaien vanuit de zwemvet, vanuit de KBZB gecoördineerd worden. Nu, als het gaat over A-tijden en dergelijke, dat is dan weer op zwemvetniveau. Dus daar kan je Pascal voor leren. Gretel van Damme is onze specialist voor wat betreft zwemscholen. Zij heeft zeker de laatste jaren tonnen ervaring bij opgebouwd, bovenop de ervaring die ze al had. Bij het op poten zetten van zwemscholen, bij het herstructureren van zwemscholen, bij het sporttechnisch bijsturen van zwemscholen en zwemclubs. Dus zij kan je ook met heel wat zaken daaromtrent bijstaan. Er zijn mogelijk ook hier wel een aantal clubs aanwezig die daarmee bezig zijn en waar Gretel een heel nuttige en heel ondersteunende rol in kan spelen. Ook voor gezond en ethisch verantwoord sporten is zij dus, zoals ik in de presentatie al aanhaalde, verantwoordelijk. Als je vooral organisatorisch of beleidsmatige vragen hebt, dan kan je bij haar terecht. Sarah Sturtewagen is onze administratieve duizendpoot. Heel wat zaken die je op de website ziet, die komen van haar hand. Als je vragen of problemen hebt bij de website, dan is Sarah jouw aanspreekpunt. Zij sluit bijvoorbeeld ook nieuwe clubs aan, verwerkt mee de schrappingen die gebeuren. Als zwemmers overstappen van de ene club naar de andere club, dan ondersteunt ook zij mee de administratieve molen die daarbij komt. En zoals ik in het begin van de presentatie al aangaf, zij is de persoon als het aankomt passist. Dus als je daar vragen of problemen hebt, neem contact met Sarah. Zij is altijd van maandag tot en met donderdag aanwezig. Vrijdag is haar vrijdag. Misschien ook handig voor jullie om te weten welke dagen je Sarah kan bereiken. De volgende in mijn lijstje is Wim Simoens. Wim komt zelf uit het waterpolo, is oudspeler, is trainer, bestuurslid, noem maar op. Dus waterpolo vormt voor hem een belangrijke brok binnen zijn takenpakket. Maar los van waterpolo focust hij zich ook heel graag op ondersteuning van clubs. Hij is een van de quality coaches samen met Inge en mij. Ook hier zie ik verschillende clubs aanwezig die al met Wim in dat kader contact gehad hebben. Als je vragen hebt vanuit clubs en je weet niet bij wie je terecht kan, dan zoek hij een van de personen die als eerste kan aanspreken. Een derde zaak waar hij zich momenteel zelfs vrij intensief op focust, is zwembadbeleid. De zwembadenlandschap, zeg maar, is een steeds veranderend en zichzelf verder ontwikkelend landschap.
We vinden het dan ook belangrijk om daar vanuit de zwemvet de nodige ondersteuning te proberen bieden. Voornamelijk in contacten met gemeenten, met private ondernemers die, die zwembaden bouwen. Hij laat zichzelf ook betrekken bij praktische opbouw, zeg maar, van het zwembad. Met het oog op de goedkeuring voor wedstrijden en dergelijke, zorgt hij ook dat alles op in de puntjes geregeld wordt. Heb je zelf vragen of problemen met je zwembad? Ook zelfs als het gaat over te weinig een gebrek aan zwemwater en dergelijke. Contacteer Wim en hij zal zeker vast met veel plezier kijken wat hij voor jou kan betekenen. Bij onze Wouter van Eester staat er maar één woordje en dat is sportmodel. Er staat één woord, maar dat wil zeker niet zeggen dat hij maar met één zaak bezig is. Wel in tegendeel, Wouter focust zich vanuit zijn basistaak heel wat verschillende zaken binnen onze mooie kleine zwemwereld. Denkt ook kritisch na. Heeft veel oog voor vernieuwing. Dus als je graag een keer met hem een avondje daarover wil brainstormen, hij zal zeker en vast heel gewillig zijn om dat met u te doen. Onderaan in de lijst sta ik zelf. Ik heb het al aangehaald bij Wim en Inge. Clubondersteuning behoort tot mijn basispakket. Ook de nieuwe clubs bijvoorbeeld, of potentieel nieuwe clubs, die komen in principe als eerste met mij in contact. Ik probeer hen een warm welkom te bieden en hen wegwijs te maken. De wondere wereld van de zwemvet. Daarnaast focus ik mij ook op masterzwemmen. Een belangrijke pak binnen de zwemwereld in die zin dat er nog wel heel wat ruimte is voor verdere ontwikkeling. En ook communicatie is een van de belangrijkste zaken binnen mijn takenpakket. Als je zaken ziet verschijnen op de sociale media, op de website wel, dan komen die heel vaak van mijn hand. Als je al via de chatfunctie in contact bent proberen komen met de federatie, dan was het heel waarschijnlijk ook ik die jouw berichten heeft. En dan hebben we onderaan op deze slide het aanspreekpunt vanuit Team Topsport. Dat is Sven Verschoren. Hij is trainer de topsportschool, maar is ook een beetje verantwoordelijk voor het topsportteam dat daar aan het werk is. Dan heb je vragen in verband met de topsportwerking. Dan kan je of hem aanspreken of onze algemeen manager, Lode Grossen. Die staat in voor zowel de leiding over de dagelijkse werking, maar zeker ook over de topsportwerking. Zij is op dat vlak aangewezen aanspreekfiguur. Zo, ik heb de belangrijkste zaken verteld die ik wou vertellen. Ik hoop dat ik velen onder jullie een stukje wijzer heb kunnen maken. Ik zie dat ik net geen uur volgebabbeld heb. Maar ik denk dat het niet altijd lang moet duren om nuttig te zijn. Als je bij bepaalde zaken nog vragen hebt die je later nog te binnen schiet, contacteer mij gerust. Contacteer mijn collega's als het over bepaalde topics. Ik zal ervoor zorgen dat de presentatie nog goed bij jullie terechtkomt. En dan kunnen jullie van daaruit verder gaan naar de verschillende links die erin verwerkt zijn. Ik hoop dat jullie er iets aan mogen hebben. Willem-Jan, ik krijg nog een challenge voor u van Sascha. Wat is volgens jou drie dingen dat ze kunnen doen als club om hun werking te boosten? Klinkt als een vraag op een sollicitatiegesprek. Dankjewel, Sascha. Ik denk, ja,
waar we als clubs allemaal mee geconfronteerd worden, is uiteraard het, het vrijwilligersbeheer, als in zowel het aantrekken van vrijwilligers als het, het soigneren van de vrijwilligers die er zijn. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om als club daarop te gaan inzetten. Wij gaan er alleszins in de toekomst werk van maken om jullie als club daar zo goed mogelijk in te ondersteunen. Ik weet dat ook de VSF, de Vlaamse Sportfederatie, van zinnes is om daar nodige ondersteuning te gaan bieden aan, aan de clubs binnen het Vlaamse sportlandschap. Dus ik denk dat dat alvast een eerste belangrijk gegeven is. Een tweede belangrijk gegeven is, denk ik, dat we met z'n allen moeten proberen openstaan en uitkijken naar vernieuwing en ontwikkeling. De zwemwereld is, zoals ik al een paar keer heb aangehaald, vrij klein. Is mooi, maar hij is ook heel vaak alsmaar dezelfde mensen die we zien, hè. Nu, die mensen is op zich niet zo'n probleem, denk ik. Maar ik denk dat we wel onszelf moeten durven en willen blijven heruitvinden. Bijvoorbeeld door de werking te gaan professionaliseren. Er ligt binnen de ontwikkeling van zwemscholen bijvoorbeeld, liggen er wel heel wat mogelijkheden voor clubs om, om een grondige ontwikkeling door te maken. En uiteindelijk is ook die zwemschool, denk ik, de basis van alles. Hè. Het zorgt, we zijn allemaal clubmensen, dus we weten dat het daar een deel om draait. Hè. Zwemscholen zorgen voor inkomsten, maar vormen ook de basis voor je verdere sportieve werking. Dus als je nu gericht bent op mensen aan het zwemmen houden op recreatieve basis, of als je erop gericht bent om zwemmers op competitief vlak zo ver en zo hoog mogelijk te laten scoren. Als je erop gericht bent om een goede eerste ploeg van de waterpolo op te bouwen. Of je mikt op internationale toernooien, zeg maar iets, van artistiek zwemmen. Dan is die een basis superbelangrijk. Dus ik denk dat we daar als clubs op moeten focussen, op willen inzetten. We gaan ook, kijk ook naar jou Inge, ons uiterste best doen om onze clubs daarin te ondersteunen in de komende jaren. Er zijn hier en daar al wat projecten die daar de aanzet toe geven. En ik denk dat we in de weg moeten verder gaan. Ja, ik wil zeggen, zwemschool werken aan de basis. Dat een tip is voor clubs. Professionaliseren en bekijken of dat kan. En niet te snel denken dat dat niet kan. Want als je een club bent van pakweg rond de 400 leden, dan denken we dat dat zeker al mogelijk moet zijn. En daar ben ik zeker van dat redelijk wat clubs dat al zijn. We hebben vrijwilligers nodig, wij als federatie, maar jullie zeker ook als clubs. Dus maak dat aantrekkelijk voor die mensen. Motiveer degene die je al hebt. Probeer door dat positieve ervaringen zijn nieuwe vrijwilligers aantrekken. En ik zou daar nog één aanvulling op willen doen. Ik heb onlangs het interview gehoord van algemene directeur bij Sport Vlaanderen, Paul Rouwe, en die benadrukte nogmaals heel fel, en collega David gaat het ongetwijfeld heel graag horen, het heel felle belang dat ze hecht en wat ze toch wel hopen dat dat er ooit doorkomt, dat kinderen vanaf zo snel mogelijk alleen nog maar begeleid worden met mensen die daarvoor een diploma hebben. En dan weet ik, heb ik de laatste jaren gezien bij een aantal clubs, dat het heel goed werkt als het bestuur daar volledig achter staat en zijn trainers ook actief stuurt in die richting door zelf een bijscholing te organiseren, dat zelfs op te nemen in afspraken die je maakt met trainers om de 2 jaar of soms, er zijn clubs zelfs elk jaar, een initiator in huis organiseren.
Ik denk dat je dat van trainers kan verwachten, maar dat je dan het bestuur moet hebben dat daar ook echt voor de volle 100% mee gaat. En ik denk, als we heel eerlijk zijn, dat we dat allemaal wel heel graag zouden willen, dat onze kinderen altijd kwaliteitsvol begeleid worden. Dus ik denk dat dat mogelijk nog wel een aanvulling is op de tip van Willem-Jan. Ik eens kijken, ik denk dat ik nog... Sascha heeft nog... zijn er, dat is wel een goede, denk ik misschien. Eén, ik heb in de chat gezet de link voor de webinar te evalueren. Dus als jullie die dadelijk willen invullen, dat zou ons vooruit helpen. En Sascha gaf nog een vraag, eigenlijk wat voor iedereen is. Pijnpunten bij veel clubs. Zelf merken we dat die zwemschool ook wel is, hè, want heel veel clubs mogen die zwemschool niet meer helemaal zelf in beheer hebben. Willem-Jan, weet jij nog een pijnpunt? En als iemand pijnpunten heeft van zijn club, misschien interessant dat jullie die ook in de chat zetten. Oh, ik denk dat er hem vooral om draait dat we al heel wat pijnpunten hebben aangehaald. Ik denk dat Sascha een goede voorzet doet met haar vraag of met haar opmerking naar initiatieven in de toekomst toe, of naar de toekomst toe, om clubs daarin te gaan samenbrengen en te leren van elkaar. Ik denk dat de pijnlijke karakter van de zwemwereld eindelijk wel een keer moet gebruikt worden als een sterkte en niet als een zwakte. Dus dat er wel nog heel wat kansen liggen voor clubs om samen vooruit te geraken. Voor de rest. Dus we weten al sinds wat toen vanuit de zwemvet. Dat we het nog niet wisten. Anne, op jouw vraag. Ik merk dat daar zwembadbeheerders... Ik weet steeds meer en meer zwembaden waar enkel nog privélesgevers mogen fungeren als ze een ondernemingsnummer hebben en vooral als ze een trainersdiploma hebben. Dat is in Antwerpen zo het geval, maar dat is bijvoorbeeld hier in mijn buurt in de Senderlo het geval. En zo zijn er langzaam meer en meer zwembaden waar dat is. Dus je merkt dat daar ook bij zwembadbeheerders wel een klik aan het komen is. Ja, maakt ook deel uit van het zwembadbeleid dat we... Waar we collega Wim een deel van zijn taken laten op invullen. Is inderdaad dat bewustzijn gaan creëren bij zwembadbeheerders, bij gemeentebesturen, van het belang van de kwaliteit. Maar inderdaad, Anne, ik frustreer mij ook enorm als ik in een zwembad kom en ik zie dat er nog altijd privélesgevers zijn die soms 25 euro per half uur verdienen. En die kindje schoolslag leren zwemmen met het hoofd boven. We nemen ook initiatieven vanuit de zwemvet om met het onderwijs daarover in dialoog te gaan. Want ook daar is de impact niet te onderschatten natuurlijk. Ik spreek uit mijn... nabije omgeving, dat een kindje geen groene badmuts kreeg, omdat het te veel met zijn hoofd onder water ging. Ik denk dat er ook daar nog heel wat ruimte ligt voor ons als een zwemvet om een impact te proberen hebben op het onderwijsbeleid. Ja, Inge, zoals... ik spreek dan tegen Inge de Gent. Zoals je aanhaalt, het is inderdaad moeilijk om lesgevers te vinden, zeker als ze een diploma moeten hebben. We moeten inderdaad proberen focussen op gebruik maken van de zwemmers die er zijn, omdat die natuurlijk wel de ervaring hebben. Maar zoals dat ik al zei, dat is zeker en vast een van de zaken waar dat we met de federatie werk van willen maken om jullie als clubs daarin te helpen om daar oplossingen voor te vinden. Pascal, ik lees even jouw vraag af. Dan zal ik de bal misschien even doorkaatsen naar de andere aanwezigen binnen het webinar. Pascal Kamp,
of paart het probleem aan dat oudere zwemmers en zeker competitiezwemmers de zwembroek aan de haak gehangen hebben. Terwijl dat er voor de zwemschool een tsunami aan aanvragen en wachtlijsten is. Zien andere clubs dit ook? En ja, het is misschien een ideaal moment om elkaar daar een beetje tips in te geven over hoe dat je dergelijke zaken aanpakt. Je mag gerust, je hoeft niet alles in de chat te gooien. Je mag gerust ook het woord vragen en je micro unmuten als je daar iets op wil reageren of aanvullen. Voorlopig zie ik niemand die het woord wil. Ik denk alleszins Pascal, omdat het dat je er niet alleen in staat. Wat we wel zien is dat het heel plaats- of zelfs streekgebonden is. Er zijn nu eenmaal streken die, waar de zwembaden bijvoorbeeld veel langer toe geweest zijn dan in andere plaatsen. Dat heeft natuurlijk dan meteen een hele grote impact op afhaken van zwemmers en op de aanvragen die er zijn. In het algemeen zagen we dat niet, hè? Als we onze ledengegevens van eind 2021 zagen, dan zagen we geen daling bij onze oudste sporters, dan zagen we eerder een daling bij de competitiesporters in de jongste groepen, wat we inderdaad van denken dat dan de impact is van COVID, hè? Dat die kinderen langer nu doen, eer dat die een competitievergunning krijgen. Maar we zagen niet in de algemene ledencijfers, zagen we niet echt een daling in die oudste competitiegroepen, eerder bij die jongste. Maar lijkt wel, Willem zei, ja, dat is algemeen, dat wil daarom niet zeggen dat de situatie plaatselijk anders kan zijn. Ja. Ik vind nog een interessante opmerking van Anne Gerards. Idem voor artistiek zwemmen, daar is de pool waaruit de atleten, veronderstel ik, moeten komen, nog kleiner. En zelf opleiding geven, ja, dan moet je ook lesgevers hebben. Ik denk dat daar een beetje het antwoord in uw opmerking vervat zit aan. Als het enigszins kan, focus daar op het begin van de opleiding. Ik denk dat je zonder basis inderdaad altijd moeilijker iets kan opbouwen. Mogelijks, ik weet het niet, hè, ik ben maar luidop aan het denken, liggen er misschien ook kansen met clubs van bij jou in de buurt. Ik denk dat er clubs zijn die altijd weer dat terugkerend gegeven van het gebrek aan zwemwater. Hè. Dus bijvoorbeeld een club bij jou in de buurt die focust op competitiezwemmen. En er zijn zwemmers en zwemsters die daardoor afhaken. Misschien liggen er dan mogelijkheden om die clubs, om die zwemmers naar jouw werking toe te leiden. Ik denk dat ook dat misschien voor ons als federatie nog een interessant item kan zijn om maat te halen. Sascha, wil jij het woord of kwam je gewoon eventjes? Nee, ze mute zichzelf. Dus. Dan Ilse geeft nog mee als tip dat er voor oudere zwemmers die gestopt zijn een quasi gratis recreatief zwemmen aangeboden wordt. Ze zwemmen nog voor hun conditie. En zo zijn er toch nog kandidaat lesgevers. Ze worden inderdaad schaarser. Dus ik denk dat daar inderdaad, hetgeen dat ik helemaal in het begin van de presentatie heb aangehaald, dat levenslang en levensbreed zwemmen, dat dan een superbelangrijke is. Uiteraard willen we heel graag allemaal de volgende Pieter Timmers op de Olympische Spelen brengen. Maar laat ons ook focussen op die brede basis en op mensen in het zwemmen houden. Artistiek en ook schoonspringen, geen opleidingen te vinden en minder planken. Als je dat een keer kan
Ik bedoel dat er minder en minder zwembaden zijn met schoon springplanken. En dat klopt, dat klopt. Aalst is onlangs bijgekomen, maar er zijn er zeker niet zoveel. Maar er zijn wel regelmatig bijscholingen voor artistiek zwemmen ook. Daar kunnen we, want er zijn, die clubs zijn daar meestal heel... die zoeken die ook heel goed op die er in het buitenland zijn. Maar we proberen ook in de swimconferences dat aan bod te laten komen. Ja. Vlaams-Brabant is inderdaad een regio waarvan we weten dat er een groot probleem is naar zwembaden en zwemwater toe. We staan ondertussen ook in vrij nauw contact met Aquatics BXL, waarvan we denken dat er een heel goede aanzet is om het zwemonderricht in Brussel en in de regio rond Brussel, zeg maar, sterker te maken. Ook naar zwembadbeleid toe. Als je vragen of ideeën hebt, als je weet van er zijn gemeentebesturen die twijfelen om hier bij ons een zwembad te bouwen, contacteer ons gerust. Collega Wim, die gaat heel graag mee in dialoog over. Hè. Nog een goede opmerking van Natasja, inderdaad. Sneller evalueren kan helpen om door te schuiven. Dat hoort ook volledig bij hetgeen dat ik daarnet aangehaald heb, van die ontwikkeling van de zwemscholen. We komen uit een tijd waar dat heel vaak het geval was dat kind A in september in een bepaalde groep terechtkwam. En dat zat daar dan automatisch een heel schooljaar in tot in juni. En in september kwam dat kind hopelijk terug en ging dat dan verder in de volgende groep. Ik denk dat we daar... dat daar zeker nog ruimte voor is om onze werkingen daar te gaan ontwikkelen. Als je daarover wil nadenken, willen we daar zeker mee in doen. Voilà, en voor het horen zijn dat daar nog reacties op. Dus ik denk dat we allemaal op dezelfde golflengte zitten. Dat we nog steeds heel goed weten wat doen. Vanuit de zwemvet. Wij nemen alvast een aantal ideeën mee, denk ik, Inge, om verder mee aan de slag te gaan. Ik hoop dat jullie ook toch iets wijzer geworden zijn over een aantal zaken, dat jullie geheugen opgefrist is over het gebruik van een aantal zaken die er al zijn. Het is een gezegde dat al een paar keer gebruikt is, maar het warm water hoeft niet altijd. Zo. Als er niemand nog vragen of opmerkingen heeft bij hetgeen hier gezegd is, dan nodig ik jullie graag nog één keer uit.